Welkom bij onze nieuwe vlog. Wij zijn Ali en Nelly en wij zijn begonnen aan ons nieuwe avontuur. De testtour van actie! Op het ogenblik staan wij voor ons kampeermiddel. Ja. Dit is niet onze tap, zoals jullie misschien wel weten. Voor degenen die het gemist hebben, wij doen mee aan de actie Freelife testtour. Dat betekent dat je een nieuw kampeermiddel meekrijgt en dat je mag testen. Nou, misschien weten jullie al wel welk kampeermiddel wij mee hebben gekregen. Want dat hebben wij al wel gedeeld op Instagram volgens mij. Ja, ik dacht het wel. Het viel mij trouwens op dat sommige mensen ook nog niet wisten dat wij geselecteerd waren voor deze reis. Dus bij deze. Maar bij deze, dan weten jullie dat nu. Wij mochten mee met actie. Ja. Na Kroatië, we hebben er enorm veel zin in. Tenminste, ik wel. Ja, ik ook. Oké, gelukkig. Maar we zijn nu een uurtje onderweg. We hebben eventjes een koffietje gehaald. En het gaat eigenlijk tot nu toe gaat het heel goed. Ja. Ja. Het is wel een automaat. Ja. Yeah. Dus dat is eventjes wennen, want wij rijden nooit automaat. En een diesel, dus dat is ook even wennen. Dat is ook anders. Hij rijdt goed, moet ik zeggen. Hij rijdt hard. Hard, ja. Veel harder dan met de caravan. Ja. Nu hebben we natuurlijk niets achter de auto hangen. Dus dat scheelt. Dat is al een voordeel. Ja. Oké, nou, ik hoor jullie denken, draai die camera om. Want wij zijn nieuwsgierig. We bouwen even de spanning op. Nee. Zullen we het al laten zien? Of, ja, tuurlijk. Nou, komt-ie hoor. Okay. Hou je vast. Nou, let op. Tadaa. Iets naar beneden. Ja. Oh ja, we zijn ook Duitsers geworden. Ja, we hebben een Duits kenteken. Guten Tag. Guten Tag. Ik kan helemaal geen Duits. Stop hier maar mee. Oké. Nou kijk mensen, dit is onze buscamper. Kijk, hier zat ik net. Ja. Dit is zo apart dat je nu in een bus zit. Ja. Nou, hij is lekker ruim. We hebben veel benenruimte. Dat is top. Heel veel opbergvakjes ook. In de deuren en in het dashboard. Ik vraag me af waarom dat display aanstaat. Volgens mij gaat dat aan als de deuren openen. Oké. Nou, ik ga deze even voor jullie openen. Daar komt hij hoor. Huppatee. En dit is de binnenkant. Ja, dit is een. Hier kan je nog een bed van maken. Dat gaan wij niet doen. Wij slapen bovenin, maar dat laten we op de camping wel even zien. Want ik ga dat nu echt niet losmaken, want het gaat een beetje stroef. Nee, we doen nu even een snel rondje erdoorheen. Ja. Gewoon even globaal. Hier stond ook nog een stoel, die hebben we thuis gelaten. We hebben hem gelijk natuurlijk eventjes verbouwd. Want wij vonden die stoel eigenlijk niet zo handig. Die stond een beetje in de weg voor ons. Ja, die stond hier, maar dat was zo... dan werd het eigenlijk wel heel nauw. Ja. En eigenlijk hebben we hem ook niet nodig, want deze twee stoelen... Kun je draaien. Kun je ook draaien, dus dat scheelt. Nou, dat is het keukentje. Nou, hier ligt ons dekbed dus. En achterin heb je nog heel veel laadruimte, kastjes. We stonden er eigenlijk van versteld hoeveel erin kan. Dat vind ik wel... Ja, daar sta ik nog steeds versteld van. Ja. Want eigenlijk hebben we veel meer meegenomen dan we hadden gedacht. Want we dachten van, we kunnen eigenlijk helemaal niet zoveel meenemen. Maar ja, we hebben tot nu toe dezelfde bagage als met de caravan. Dus dat, ook een voordeel. Dit is het hefdak. Dit. We hadden eigenlijk gehoopt dat dit er gewoon tussen kon liggen. En dat je het hefdakje gewoon naar beneden kon doen, maar dat kan niet. Dus vandaar dat het nu eventjes op de bank ligt. Maar als je geïnstalleerd staat, kan dat natuurlijk gewoon in het hefdakje liggen. Ja. Hier tentstok hebben we mee voor een luifeltje. Dit leg je tevoren uit. Er zit geen luifel bij de bus. Dus we hebben een provisorisch luifeltje gaan we bouwen als het lukt. Ja. Met een driehoekdoek, schaduwdoek. Maar dat maakt niet uit. Komt goed, denk ik. Maar kijk dit aan mensen. Dit is toch gewoon... Ja, dit is zo anders als onze tap. Ja. Ja, heel anders. Ons logo. Ja, op de ook bus leuk. Geplakt. En de achterkant. We hebben onze wc meegenomen. Want die zat er niet in. Die hebben we erin gezet. Ja, ook handig toch? Nou, dit zijn nog kastjes, maar dat laten we ook allemaal nog wel uitgebreid zien aan jullie.
Ja, wij zijn heel nieuwsgierig wat jullie ervan vinden. Want voor ons is dit natuurlijk heel nieuw. Totaal geen ervaring met buscampers of met campers, zeg maar. We zijn nog nooit met de camper weg geweest. Nee. Dat was of een tent of een caravan. Het is van Bürstner. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Fort Bürstner. Dat vind ik persoonlijk wel mooi. Geblindeerde ramen. Ja. Eerlijk gezegd, als we dan toch even kritisch gaan lopen doen nu. Ik vind hem echt wel heel mooi. Maar ik had eigenlijk gehoopt op een leuk, fleurig, sportief kleurtje. En dat is met deze kleur niet. Het is wit. Dus het is een beetje ongezellig, vind ik hem. Qua kleuren, hè. De binnenkant maakt niet uit. Maar qua buitenkant, ik dacht eigenlijk de hele tijd dat wij een blauwe mee gingen krijgen. Jij een En ik dacht een roestkleurige oranje. Ja. Een beetje dat ouderwetse oranje. Ja. Ik weet niet waarom. En toen kwam deze de hoek omrijden. Toen dachten we, moesten we allebei even wennen. Want wit hadden wij helemaal niet verwacht. Nee. Maar ja, weet je, we gaan niet lopen zeuren over de kleur. Aan de ene kant is wit wel weer lekker. Want wit is natuurlijk iets koeler. Wij gaan natuurlijk naar Kroatië toe. Dat dus waar. Dat is wel een voordeel. Er zit ook airco in. Ja, nou ja, weet je, de kleur doet er niet toe. Uiteindelijk gaat het erom hoe wij dit gaan ervaren. Ja. Gewoon het gebruik en het rijden. Ja. En ja, de voor- en nadelen. Ja, we zijn er nu eigenlijk, we zijn al best wel veel achter dingen gekomen waarvan we dachten, oh ja, dit is echt wel anders als met de caravan. Ja, zeker, zeker. Ja. Maar wij gaan door. Ik heb mijn koffie op. Ja, wij moeten verder. En dan gaan wij verder, want We gaan het in drie stukken rijden. We beginnen met een overnachting in Duitsland. Dan gaan we in overnachting Oostenrijk. En een overnachting Slovenië. Ja. Ja. Dat is de planning. Maar het kan alle kanten nog op. We hebben niks geboekt. Dus ook nu weten we niet waar wij terecht gaan komen. Nee. We gaan gewoon lekker even rijden. Misschien 5 of 6 uur. Ja, en misschien zeggen we na 5 uur of na 4 uur. We zijn er helemaal klaar mee. Of na 5 uur. Nou, we kunnen nog wel een uurtje. Ja. Dan gaan we door. Ja, nou, dat ligt er gewoon aan of we daar nog zin in hebben. En er zijn genoeg campings onderweg. Dus dat komt helemaal goed. Ja. En, we hebben ook actieboekjes mee met campings onderweg. Ja. Dus dat is ook super handig. Ja. Dus ja, dat komt wel goed. Ja. Nou, wij hebben er zin in. En ik hoop dat jullie natuurlijk ook veel zin hebben in deze reis. Want de hele entourage eromheen ook. Ook met actie en met de mensen die daar ons op wachten. En met de activiteiten. Want we krijgen ook activiteiten die we moeten doen. Ja. Dus het is eigenlijk vanmorgen al begonnen met opnames bij ons thuis. En opnames in Urk. En opnames dat de bus werd gebracht. Dus het is eigenlijk, ja, wij werden ook weer gefilmd door een filmteam. Ja. Dus het is heel, heel apart en bijzonder ook wel. Dat we dit mee mogen maken. Een heel avontuur. Zeker, zeker. Ja. Ja. Maar wij delen ook nog wel eventjes de link met jullie. Dat kunnen we nu ook wel gelijk doen. We weten niet of het er dan nu al online staat op Actie. Maar Actie heeft ook een YouTube kanaal. En als je Actie Freelife Test Tour intypt, dan komen er allerlei filmpjes van ook de testtours van de jaren hiervoor. En misschien staan wij er inmiddels ook al tussen, maar dat weet ik niet. Maar zodra wij ertussen staan, dan weten wij dat natuurlijk. Ja. En dan gaan we dat uiteraard met jullie delen via Instagram of via YouTube. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ja. Ja. Ja, het komt helemaal goed. En de teams, er gaan 4 teams mee, waaronder wij. Wij zijn ook een team. Wij zijn de actievelingen en er gaat nog een team cultuurliefhebbers mee, levensgenieters en de beginnelingen volgens mij, of de beginners. Ja. Ja. En die krijgen ook nieuwe kampeermiddelen mee. Maar weet je, wij willen nu eigenlijk alles in één keer aan jullie vertellen, maar jullie gaan het allemaal meemaken en allemaal zien. Ja, toch? Ja. En straks als wij op de camping aankomen, dan hebben wij dat hefdakje uitgeklapt. En dan ziet het er al heel anders uit. Ja, dan is hij nog veel leuker. En dan gaan we even een tour door de binnenkant geven. Oh ja, dat even is leuk. Een uitgebreide, toch? Ja. Oké. Okay. Nou, wij gaan verder, want hier komt het niet van. Nee, zo komen wij nooit. Volgens mij staan in wij Kroatië. Nu al 10 minuten te praten hierover. Ja, we moeten door. Ja, wij gaan door.
Duitsland. Gaat het goed? Gaat heel goed. De bus rijdt lekker, dus ja. Nog 12 uur en 53 minuten. Nou. En dan zijn we in Kroatië, maar we gaan eerst stoppen natuurlijk. Nou, wij zijn in Duitsland en tweede stop. Ja, tweede stop, ja. In Duitsland, bij een McDonald's staan wij. Het is echt mega niet druk. Normaal druk. Ja. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik heb nog nooit zoveel auto's gezien. Nou, het is gewoon heel druk. Het is niet te doen. In ieder geval, wij staan bij de McDonald's. Ja, waarom moeten jullie dat weten? En wij bij de McDonald's staan, dat weet ik niet. Maar wij gaan even een broodje smeren. En ik heb helemaal geen zin in McDonald's. Ik hou niet van McDonald's. Toch? We hebben trouwens ook geluk dat hier nog een plaatsje was. Want het is hier zo druk dat sommige mensen gewoon door moeten rijden. Ja. Die komen hier alleen langs rijden. En nu weer een voordeel. Makkelijker parkeren dan met de caravan. Ja, want als wij nu met de caravan waren, dan hadden wij hier geen plek gehad. Nee. En ook nog een leuk weetje. Wij zijn al twee taps tegengekomen onderweg. Ook een Metropolis die we zelf hebben en een Basic. Ja, ja, zo leuk. Zo schattig. Ja, dus steeds als we een tap voorbij zien komen dan. Hey! Nou, zijn we helemaal blij en ja, leuk. Vind ik leuk. Ja, zeker. Oké, nou, wij gaan even een broodje eten. Ik ga even een broodje kaas maken. Ali heeft er al eentje. Die staat hier. Die is even haar handen aan het reinigen. Lekker. En dan gaan we even wat eten. Gezellig hier. Ja, ik ga even achterin de bus zitten. Kijk, hier kun je eventueel ook nog een tafeltje in hangen. Ja. Die tafel die staat nu achterin. Maar als wij straks geïnstalleerd zijn, dan hangen we dat tafeltje er gezellig in. Mm-hmm. Dat is een koelkast. Een klepkoelkast. Wil je het nog even laten zien aan de kijkers? Nou ja, dat. Lekker dit. Het is koffietijd. Derde stop. Derde? Ja. Oh ja. Ja. Ik moet wel zeggen, we zijn al een tijdje niet meer naar Duitsland gereden. Het is eigenlijk nog steeds hetzelfde als een paar jaar terug. Gewoon overal van die wegopbrekingen, file, het schiet niet op. Nee. Je kunt niet lekker doorrijden hier. En het duurt lang. En het duurt lang. Het is lang. Als jij even wat lekkers bij de koffie pakt. Ja, ja. Deze hebben we nog van de Urkerbakker. Twee expootjes. Lekker hoor. Wij zijn in Kinding, in Duitsland. We gaan even kijken of hier een camping is waar wij één nachtje kunnen overnachten. En dat is op camping... Ik weet niet meer. Kinding? Nee, dat is het plaatsje. Oh, ik dacht dat camping ook zo Nee. Volgens mij is de plek Kinding en dan is de camping... Kratsmühle of zoiets. Kratsmühle, jongen. Nou ja, dat dus. Nou, ik hoop dat ze plek hebben, want dan. Ja, want anders dan kunnen gaan we gelijk de boel installeren. En als het goed is, is tegenover de camping een Italiaans restaurant. Dat zou top zijn.
Kunnen we daar een hapje eten? Kunnen we snel slapen, denk ik. Ja. Niet zo laat naar bed. En dan morgenochtend vroeg weer verder. Ja. Ik vind het een pokkeind. En we gaan straks nog even de koelkast uitvogelen. Hoe dat werkt. De koelkast, die moet ook even worden. Aansluiten. Of aansluiten. Even, want er zit een bedieningspaneel in de camper. Die hebben wij eigenlijk nog niet aangehad. Dus... We weten niet hoe het werkt. Nee, dus we gaan het zien zo. Kratsmoele. Nou, zijn er ganzen? Ganzen. Bij de entree. Geen idee of hier plek is. Reception. Oké, dan ga ik dan even vragen. Dan kan jij hier ergens gaan staan. Daar aan de kant misschien. Hier is het restaurant. Oh ja, top. We gaan weer even keren. De receptie. Nou, ik hoop echt dat ze een plekje hebben. Ik denk het wel. Het is een voorgevoel. En we zijn ingecheckt. We hebben plaats 140. We gaan straks naar dit restaurant. Het staat 9 uur open. Dus genoeg tijd om er nog even een appje te eten. Hoe laat is het nu? Geen idee. Oh. Maar we gaan eerst even onze plek opzoeken natuurlijk. Het ging allemaal heel snel. Mega snel. Ja. Ziet er ook leuk uit, de entree. Ja. Nou, we staan al en we zijn al klaar. Zo snel gaat het. We hebben hem net eventjes op die blokjes gereden. Klein stukje. Nu staan we echt super waterpas. Ali die is even de stroomkabel erin aan het doen. Het zit hier achter de caravan van de buren. Daar zit het stroomkastje. Nou, een kind kan de was doen. Nou echt, we zijn klaar. Stroom erin gedaan, even waterpas gezet. Voor het eerst en ook in één keer goed. Ook, ja. Kijk even. Ja. Hoefde maar een heel klein stukje, maar het scheelt dan wel. Je staat dan wel gewoon lekker recht. Recht. Ja. Ja. En ook al is het maar voor één nachtje, het lijkt me wel gewoon lekkerder als je gewoon... helemaal goed staat, inderdaad. Ja. Nou, oké. Okay. Weet je wat ik wel een dingetje vind? We hebben natuurlijk die wc achterin gezet. Nu sta ik net voor die ruit. En daar kan je gewoon inkijken. Gezellig. Je kan gewoon die bus inkijken. Ja. Ja, dat vind ik ook een dingetje. Ja. Er zitten ook geen gordijntjes of zo voor. Nee, helemaal niks. Nee. Maar het is wel vanaf een bepaald punt. Dat ja, oké. Okay. En ik denk ook wel dat je... Nou, je ziet het nu wel, ja. Je ziet alles. Ja, je ziet alles, ja. Nou ja, oké. Okay. Nou ja. We zien het wel, inderdaad. Anders moeten we even een laken ervoor hebben of zo. Als je een plasje gaat doen. Oké, dit doe je dus los. Dat matje, wat is het? Dat stukje stof. Ik vind het stof. Zo leuk om het aan jullie te laten zien allemaal. Ja. Misschien zijn er wel kijkers met ook een buscamper die nu denken van, nou wauw. Maar... het is gewoon leuk. Het is gewoon een spannend allemaal. Clipjes los. Wauw. Oké. Okay. Nou, top. Nou, hier slapen wij vannacht in. Ja. Het hefdakje. We zullen het even laten zien aan jullie hoe het er van binnen uitziet. Dit is de binnenkant. Aan de zijkanten zijn ritsen. Dus dat kun je zo open doen. Nou, dan komt er ook wat meer licht in. Dat gaan we zo meteen even doen. En dan kan het dekbed. Dit dekbed, dat kan nu naar boven toe. Ik ga eerst even naar het toilet hier. En dan ga ik even een pizzaatje afhalen. Het leek ons wel zo makkelijk. Maar we krijgen alleen een verlichting niet aan. Het is gewoon elke minuut wat anders. Ja, kijk, het is ook de testtoer. Ja, inderdaad. We zijn aan het testen. Dit werkt wel allemaal. En dan wil je het licht aandoen.
En dat doet het gewoon niet. En dan denk ik, ja. Maar ja, weet je, we hebben ook helemaal geen uitleg gehad. Die camper is neergezet bij ons voor de deur. Maar geen uitleg of zo. Nee. Dus ja, als je dan ook geen ervaring hebt op het gebied van buscampers, ja. Dan wordt het vrij lastig. Mm-hmm. Dus we zijn lekker aan het uitzoeken en we komen er vast wel uit. Er staan Nederlanders, die staan hier recht tegenover ons dus. Ja, misschien weten die het inderdaad. Misschien, maar we gaan eerst even zelf kijken. Ja. Ik ga net even naar de wc toe. Zie ik gewoon hier om het hoekje de Eriba staan met actietest toe. Dus ik denk dat die mensen die de Eriba mee hebben gekregen ook op deze camping staan. Dat is toch wel heel toevallig. Nou, we gaan even kijken. Ja, want het is heel toevallig als zij ook hier staan. Ja. Oké, en trouwens de koelkast die doet het. Ja, die vriest als een malle. Ja. Dus dat, en, maar het ligt nog niet. Ben ik blij mee. Maar we gaan eerst even eten. Ja. Nou. Ik vind deze camping ook wel leuk. Ben je in je element? Ja, ik ben helemaal in mijn element. Super. Ik ben net even naar het toilet geweest, want dat was ook nodig. Ja, super schoon hè? Ja. Met de doekjes, alles. Ja, zeep. Kijk dan. Oh ja. Ja, dit is hem. Ja. Nou, we gaan even kijken. We gaan even buurten. Ja. Wat grappig dit. Oké, nou hier staan die mensen dus. Met de Kia. Ja, dit is ook een combi. De nieuwste Kia. Ja. Leuk dit hoor. Ja. We gaan zo meteen gaan we nog wel even kijken. Misschien zijn ze er dan wel. En kijk even achter je. Dit zijn de cultuursnuivers. Oh ja. Cultuursnuivers. Okay, ja, en, lekker cultuursnuiven. Wat ik nu ook zie. Weet je, aan de ene kant is het wel een beetje jammer dat we zo weinig tijd hebben om de camping te laten zien. Ja, dat wel. We staan hier aan een rivier. We staan hier aan een riviertje, ja. Als je dus aankomt, dan kom je daar dus overheen rijden. Over dit riviertje. En je hebt dus plaatsen, die zijn dus direct aan het water. Zoals deze, 4, 5. Even kijken hoe dat riviertje heet, ja. Altmoel. Oké. En deze camping staat trouwens ook in het actieboekje. Ja. Wij hebben net 2 pizza's besteld. Gelukkig kon het nog, want hij gaat over een half uurtje dicht. En je kon eigenlijk niet meer op het terras zitten, maar nog wel een pizza bestellen. Dus dat hebben we gedaan. Nelly blijft daar eventjes wachten. Die loopt daar. Is trouwens ook wel leuk zo. Ik ga jullie even meenemen naar het bruggetje. Want daar zijn wij net overheen gegaan met camper. Maar volgens mij zag ik daar iets van een waterrad. Kijk, hier achter mij staat ook een waterrad. Er staat de naam van de camping op, Kratsmoelen. En dit is de brug. En dit is dus ook het riviertje waar je aan kunt staan met je kampeermiddel. Ik zag net ook kano's liggen. Kijk, en dit zag ik dus net in een flits vanuit de camper. Wow. Weet je, ik heb me helemaal niet verdiept in deze camping. Normaal gesproken dan, voordat wij naar de camping gaan, dan pluis ik het eerst helemaal uit. Maar dat heb ik nu niet gedaan. Want deze camping is onderweg geboekt. Dus ik ga even internet erbij pakken. Oké, camping Kratsmoelen is een camping in Kinding, Beieren, gelegen aan een rivierbeek en aan een meer recreatieplas. Deze terrassencamping heeft plaatsen met afbakening zonder schaduw en met enige schaduw. Er zijn veel verschillende fietsroutes. Je kunt zwemmen in dat meer. Je kunt windsurfen. Ik had eigenlijk gehoopt dat er hier wat meer over beschreven stond, maar dat is niet het geval. Ik vind het leuk hier. Wij zijn net de mensen van de Eriba Touring tegengekomen. Die hadden ook net eventjes gegeten in een restaurant. En die zeiden al van ja, wij zaten op het terras en we zagen jullie aankomen rijden. En we zeiden nog tegen elkaar, nou het zou toch niet zo toevallig kunnen zijn dat het andere team of dat er nog een team hier overnacht. Nou, wel dus. Je verzint het toch niet. Maar leuk. Dus we hebben even een praatje gemaakt met die mensen. Leuke mensen trouwens, want ja, tenslotte gaan we er ook 2 weken mee op vakantie.
Het is niet de bedoeling, of ja, je hoeft niet met elkaar op te trekken, maar uiteindelijk ga je wel met z'n allen, dus ja, je hebt natuurlijk wel contact met elkaar. Nou, er zit ook een winkeltje bij, dat is ook lekker, daar kunnen we misschien morgen nog even wat kopen. Maar we verblijven hier één nachtje, dus we hopen dat we morgenochtend weer vroeg kunnen vertrekken. Of vroeg, rond 9:00 denk ik. Maar ik heb nu wel zin in een pizzaatje. Pizza. Twee verschillende pizza's genomen, dus we kunnen lekker delen. En weet je wat zo gek is? Je zit de hele tijd in de auto, je doet niks, je bent alleen maar aan het rijden. Dan denk je van ja, ik krijg geen honger, maar ik heb echt wel zin in wat nu. Oh, die is lekker. Nice. Lekker. Ik denk dat het best vaak af. Ik heb het net ook al gehoord. Ja. Elke uur. Nou, ik wilde vroeg in bed, maar ik denk niet dat het hem gaat worden. We zijn al nou, heel lang aan het uitvogelen hoe het licht en de kraan aangaat. Maar dat doet het gewoon niet. Het wil niet. Hier is Ali. Die ligt onder een bank met haar hoofd naar zekeringetjes te kijken en weet ik wat allemaal. Ja, ik kom hier ook niet uit. Geen licht, daar komt het op neer. Ik heb net de meneer van de camper een appje gestuurd, maar ik verwacht niet dat hij nog gaat reageren. Ik denk dat wij maar in bed moeten gaan en we zien het wel. Zo, op dat punt zit ik. Ali dacht dat hij buiten moest, ik denk binnen. Doe het maar op jouw manier. Ja, laten we dat ik maar doen. Ik heb een blackout. Volgens mij ook. Nou, ik kan niet meer logisch die nadenken. Die klok die stopt ook niet. Ga door. Ik vind het gezellig. Hier is een kerkklok naast ons en die doet bij elk uur doet een melodietje. Superleuk. Maar is er nu al een uur voorbij dan? Weet je wat wel een nadeel is? Als je, net zoals ik doe, heel veel rommel, dan valt het allemaal tussen de... Dat moet je eigenlijk een beetje fractioneren en opruimen. Kijk, er zit hier een drukknopje. En dan flap je dit zo. Zie je? Oh ja, ik zie het nu. Okay. Ja, nou perfect. Zo. Maar ik dacht eigenlijk dat er voor de zijkanten... Ja, dat zei jij, maar ook dat is nog er een, niet. Maar dat is er niet? Nee? Nee? Weet je zeker? Nee, dat weet ik niet zeker. Ga ik even was... kijken, ja? Maar is die zak leeg? Ja. Zit er nog wat in? Ja, er zit nog wat in. Oh. Nou, kijk eens aan. Hè? Oh, je kan alle ramen afdekken. Wat is dit? Alles kan je afdekken. Dit is geweldig. Maar waar is dit voor dan? Achter. Achter? Deze twee. Moet jij nog naar buiten? Dan doen we nu even die deur dicht anders. Ja, maar ik dacht... Ja, tuurlijk moet ik nog naar buiten. Ik heb nog 80.000 keer naar buiten. Nou, dit is wel top. Want ik dacht eigenlijk... Dat ik moest naar de wc moest. Terwijl de overburen mij konden zien. En ik ga niet... Ik dacht ook nog... Ik moet een nachtpom. Dat heb ik ook nog gedacht. Zo'n hele lange. Dat ik alleen zo hoef te doen. Dat snap je? Die blijft niet maar, zitten. Nee, deze ook niet echt. Ja. Of ik doe iets verkeerd. Maar ik zie het hier ook niet. Nou, die lijkt meer op klunzen met Alien als kamperen. De mensen verwachten natuurlijk ook... Oh, de zonnebril die kan af. Kijk, de mensen verwachten natuurlijk ook van kamperen met Ali en Nelly. Dat wij alles weten op kampeergebied. Maar nou, wij weten heel veel. Wij staan veel nu niet. Toch een partij te klunzen hier. Lampen. Maar dit zit ook nog niet naar mijn zin.
Hier had ze nog zo'n plakken. Ja, dat zit er nog niet echt strak op. Maar er zitten ook niet zoveel nopjes aan hoor. Alarm. Ja, ik bouw hier gewoon echt wel een beetje van hoor, dat dit het niet doet. Qua licht hebben we deze losse lampjes. Dus dat scheelt. We hebben licht. En zoals jullie misschien ook wel opgemerkt hebben, deze heb ik omhoog gedaan. Hier slapen wij dus straks op. En die doen we straks omlaag natuurlijk. Ja, dit is dus onze leefruimte nu. Heel bijzonder. Je leeft gewoon in een auto. Ja. Ik ging net naar buiten en toen zag ik dat onze autolampen staan ook aan. Nou, ik denk niet dat onze overbuurtjes... Ja, achter mij is ook een ambulance komt aan rijden. Ik weet het ook allemaal niet. Maar ik denk niet dat onze buren zo blij zijn dat onze autolampen steeds in hun gezicht branden. Ja, ik weet het ook niet hoor. Nu gaat hij weer uit. Ik denk als we de deuren open doen, dat de lampen aangaan. Het is vreselijk. Het is... Ik weet ook niet zo goed wat die ambulance hier nou moet. Maar het is heel erg uitvogelen. We zijn het gewoon helemaal niet gewend. Heel apart. Nou, ze hebben niet heel veel haast, dus het zal wel meevallen. Ik doe de deur open en de lampen gaan weer aan. Nou, hoe doe je dit uit dan? Ik had net die meneer van deze camper een appje gestuurd. Maar nu staat er een ambulance voor onze deur. Volgens mij heb jij de ambulance app. Onze kraan gaat niet aan. De kraan doet het niet. Nou ja, bij ons moet het niet zijn. En het licht doet het ook niet. Nee, dan moet het licht doet het wel. Nee, het licht doet het niet. Ja, de buitenlampen. Nou, we liggen in bed. En de buurman ziet elke avond een andere kleur onderbroek. Want je kan door dat ding heen kijken bij de spiegel. Maar dat maakt me niet uit. Je heeft vast vaker een onderbroek gezien. En nou, wow. Wij liggen. We hebben hier, al zoveel lol gehad het, hier. Het is hier een beetje krap. Oh. En gehoorig. En het wiebelt. Oh, het wiebelt? Nou ja, en je ligt tegen elkaar aan, want zo klein is het. Het is 1,10 meter breed. Maar ik weet ook niet hoe we een bed beneden moeten maken, bijvoorbeeld. Dat is ook niet mogelijk. Nou ja, het kan wel, maar dat is niet, ja, niet praktisch. Dan moet alles verbouwd worden weer. Ja. Nou ja, het moet even wennen. Het is allemaal heel anders. In de caravan hebben we ook niet zoveel knopjes als dat hier zijn. Nee. En weet je wat ik ook wel een dingetje vind? Dat die lichten steeds van die auto aangaan. Die koplampen die gaan steeds aan als wij de deur open doen. Dus alles wat voor ons zit, staat steeds in de volle glorie. Ja. Nou, dit is vreselijk voor de buren. Oh. Maar ja, morgen zijn we hier weer weg. Maar... We hebben geen gezeur nu. We hebben wel of gezeur heel, is het niet. Nou, we hebben wel heel hard gelachen. Ja, we steeds. Hebben zoveel lol gehad hier. Maar ja, we hebben dat eigenlijk niet allemaal gefilmd. Maar we liggen dubbel. Ik weet niet. Het is echt lachen. Ik vind het echt lachen. Het is gewoon heel anders kamperen weer. Maar ook heel leuk. Ja, ja, ik vind het echt heel leuk. Ja. We vergelijken het wel steeds met de caravan. Ja, maar dat is misschien eigenlijk al de bedoeling, toch? Ja. Het is toch ook testen? Ja, oké. Maar het is eigenlijk niet te vergelijken met de caravan. Want nee. het, ik vind het wel het ideale dat je zo hard kan rijden. Ja, en zeker. Wij zijn hier met de 130 naartoe gereden. Ja, dat kan niet met een combinatie auto-caravan, dus... Wat dat betreft is dat gewoon echt een heel groot voordeel. Ja. En morgen zijn we misschien ook weer snel weg. Ja, dat weet ik niet. Nou, dat zullen we morgen zien. Ik vraag het me af, want toch moet je alles ook weer hier bij dit ook. Moet je alles vastzetten, opruimen. Ik weet niet of het sneller gaat, maar we gaan testen. Ja, ik ga nu lekker slapen. Wij zijn op een testtour. Ga jij slapen? Nou, hallo. Ja, ik ga lekker slapen en wij zien jullie morgen weer. Ik ben kapot. Oh ja, kijk, dit is ook een cadeautje. Oh ja, deze heb ik er ook gratis bij gekregen. Knijpelaar. Ja. Grappig. Leuk.
Een zwart plekje. Wat dacht je vanmiddag ook alweer? Dat het een muggetje was? Wat? Weet niet. Nou ja, toen was ik naar het blaar van de buscamper. Nou, ik ga slapen, ja? Ik ook. Oké. Nou, wij sluiten de vlog af. En bedankt jullie voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als jullie het leuk vonden. Abonneer op ons kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Dat is ook een goeie. En tot de volgende keer. Ja. See you later. Doei.